het veiligste huis ooit in Minecraft. Samen met mijn beste vriend Alex. En maken wij gebruik van een mod die heel veel speciale items heeft. En druk zeker op een duimpje omhoog, want dan maak jij van dit huis wat je nu ziet ook een veilig huis. En 3, 2, 1. Wow, deze is mega goed beveiligd nu. Dus we gaan het veiligste huis ooit bouwen voor de villagers. Want ik hoor dat de villagers 's nachts altijd heel erg veel last hebben van alle ongedierte. De zombies, de skeletons en dat soort dingen. En ze hadden ons gevraagd om het veiligste huis ooit te bouwen voor ze. Dus ik denk dat we wel een leuk ideetje kunnen verzinnen als we een soort van village huisjes na gaan maken. Ja, ik heb een idee, Oké. Wat we moeten doen is we moeten hier een soort bakje bouwen, ja? We zetten hier cactussen neer. Oké, dus we hebben een ingang van cactussen ter bescherming. Ja, dat klopt. En jij moet dus van een trappetje hier tussen maken wat doorloopt. En waardoor we door de cactussen wel kunnen lopen. Dus dan maken we een stairs. En daarmee kunnen we wel iets van de mod gaan gebruiken, denk ik. Dat ziet altijd wel heel erg vet uit. Iets van reinforced stairs, een beetje zoiets. Eens even kijken, laten we een heel erg mooi pad maken. Zo, op deze manier. Alleen, ik vind de trappetjes niet heel erg mooi. Die moeten wel een beetje matchen. Ik denk dat deze wel heel erg cool zijn om te gebruiken. De blackstone stairs. Wat vind jij daarvan? Oh, dit ziet er nu al heel erg vet uit met die cactussen zo naast al die normale huisjes. Ja, toch? Ik had ook een ideetje voor de raam hier zo. Want ja, we kunnen natuurlijk niet gewoon normale ramen hier neerzetten. Het moeten enge ramen worden. Dus ik zat zo te denken, wat nou maken we ramen van lava? Alex, is het trouwens niet beter om een paar dingen van de lampen misschien te vervangen voor neplava wat in de mod zit? Daardoor weten ze niet of het echte lava of neplava is. Zou jij hier dan neplava in doen, Dennis? Oh ja! Oké, zal ik dit een beetje uitbreiden hier met het steen aan deze kant? Kijk eens aan, zo, dat ziet er perfect uit. Dit wordt zo'n vet pad. Eens even kijken, dan plaats je daar allemaal dark oakwood hier zo aan de zijkanten. Zo, hup, hup, hup. Oké, en dan moeten we dit helemaal zo opvullen. En dan hier langsheen en dan hier ook. Oh, dit wordt zo'n gaaf huis, gewoon. Oké, en dan moet ik dat aan alle kanten hetzelfde doen. Wow! Weet je wat we trouwens ook kunnen doen? Lasers aan de voorkant met beacons. Oh, dat is gaaf! Alleen, hoe werkte dat ook alweer? Dan had je beacons nodig en dan moest je ze allemaal gaan activeren volgens mij onderin. Dus dan moet je heel erg veel gaan uitgraven en daar allemaal iron en dat soort dingen gaan plaatsen volgens mij. En dan zul jij een code instellen voor de keypad door. Op deze manier kunnen we met een code naar binnen. Ik denk dat jij dat moet doen omdat het niet mijn dingetje is, mijn deur. Oké, de code is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, dat is een makkie, dat onthouden we echt wel. De code was... Alex? Ben je hem nu al vergeten? Als jij de code weet, laat het even achter in de reacties. Alex en ik zijn hem vergeten. Ik ben hier mega druk bezig met alle lasers natuurlijk. Want kijk hoe dat eruit gaat zien. Dan krijgen we allemaal lasers voor het veiligste huis natuurlijk. En dat doen we door middel van deze beacons. En dat we natuurlijk allemaal iron blokken eronder plaatsen. Eens even kijken, dit moet ik een klein beetje weghalen hier. Zo dat helemaal vol gaan plaatsen met iron blokken. Want op die manier krijgen we echt de mega veel lasers. Dus dit moet ik allemaal uit gaan graven hier zo. Oh, dit gaat er zo vet uitzien. Want als je dan allemaal iron blokken hier zo plaatst, op deze manier eronder. En dan de beacons daar weer op. Kijk eens aan. Zo. We krijgen dat heel erg vet. Alleen, ik zit even te twijfelen om ze eentje lager nog te maken. Want de reden daarvoor die gaat heel erg vet zijn. Laten we even een klein beetje uit gaan graven hier zo. Dus even kijken. Zo, dan doe ik dit heel even weghalen. En dan maak ik alles eventjes eentje lager. En dan plaats ik hier een beacon. En daar nog een beacon. En kijk hoe dat eruit gaat zien. Wow. De laatste moet nog aan. Hallo. Oh, ik moet hier nog wel een beetje bij plaatsen aan deze kant. Kijk eens aan. En dan is de laatste ook precies aangegaan op die manier. Dit plaatsen we weer terug. En dan moeten we daar een klein beetje zand op plaatsen. Eens even kijken. Zo op deze manier hier zo. En dan ziet dit er heel erg vet uit. We zijn nog niet klaar. We kunnen namelijk iets van glas erop doen. Een bepaalde kleur. Bijvoorbeeld rood glas. En dat wil dan ook zeggen dat de lasers volgens mij de kleur rood gaan krijgen op deze manier. Inderdaad. Nu lijkt het echt net een echte laser. En nu lijkt het echt op een gigantische rode laser. Kijk hoe vet dit eruit ziet. En dan kunnen we daar natuurlijk een pad tussen doen. Alsof het lijkt alsof het echt lasers zijn die uit de grond komen. Dit ziet er toch heel erg vet uit op deze manier. Gaan we dat denk je om het hele gebouw heen doen, Alex? Of alleen aan de voorkant? Wat vind jij? Is het wel gaaf als zit dat rond het hele gebouw alle lasers. Maar we weten nu nog niet hoe groot het gebouw gaat worden. Dus ik wacht voor nu nog eventjes. En ik kijk dan hoe de ingang er ook uitziet. Hoe beveiligd. Dat heb je zo goed gedaan, Alex. Ja, met toch? En ik heb de code weer onthouden. Het is 1, 2, 3, 4. Oh ja, dat was de code. 1, 2, 3, 4. Oh, perfect.
moet wel eng lijken al loop je hier naar binnen natuurlijk. Dus dit ja. Dit is heel erg gaaf tot nu toe. Oké, we zijn nog zeker niet klaar. Maar ik denk dat inderdaad de lasers om het hele gebouw heen wel heel erg gaaf zou zijn. Alleen we kunnen natuurlijk ook nog een lavagracht omheen gaan bouwen uiteindelijk. Oh, ja. Oké, laten we binnen gaan met natuurlijk ja, de omgeving van het gebouw zelf. Alex, de binnenkant is zo vet geworden, kan ik je vertellen? Ik ben benieuwd. Ik wil kijken, ik wil kijken. Doe je de deur open? We hebben natuurlijk eerst de lasers. Dan moeten we de deur openen. En ja, met de 1, code. 1, 2, 3, 4. Oh ja, 1, 2, 3, 4 was de code. We gaan weer naar binnen. En kijk dan met al dat glas wat jij hebt geplaatst in de lava. En we hebben natuurlijk twee villagerhuisjes waar de villagers kunnen wonen. Dus hier in een blauw gedeelte, oftewel jouw gedeelte. En hier in een geel gedeelte met een bed, een kist. Dennis? Fletching table, smitting table. Ja, Alex. Is het niet een idee om hier een beveiliger neer te zetten ook? Denk jij wat ik denk? Iron golem! Plaatsen maar hier zo'n gigantische golem! Ja, daar ben je er klaar voor! Ja, yeah, plaatsen! Oh. We hebben gewoon een beveiliger! Hallo, Iron golem! Kijk, dit wordt je nieuwe huisje. Je kan hier alles beschermen, alle villagers. Hey Dennis, ik ben buiten ook met wat bezig geweest. Kom maar mee. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben hier namelijk een grachtje aan het maken, zodat die vol kan met lava. Ook heb ik wat mooie details toegevoegd aan de zijkant. En de bovenkant is al schoorstenen nu. Alex, de zijkanten zijn echt heel erg vet. Dankjewel, Dennis. Wow, dit is zo goed beveiligd met al die stenen muren. En kijk ook hoe het eruit ziet. Het lijkt een beetje op een desert pyramid, oftewel zo'n tempel. Ik ben benieuwd of jullie dat ook vinden. Oké, laat ik allemaal lava eromheen gaan plaatsen, zodat we echt een lavagracht krijgen. En gaan we echte lava gebruiken of neppen? Hier moet echte lava voor gebruikt worden. We willen geen inbrekers. Wow, een hele lavagracht hieromheen. Maar Dennis. Super vet. Ja? Dennis. Je hebt dus ook blijkbaar hekjes. En dit zijn speciale hekjes. Elektrocuteerhekjes. Krijg je daarvan een schok als je daar tegenaan loopt? Aha, en ik heb hier een ideetje mee. Al gebruiken we namelijk fans gates hiervan, kunnen we hiermee denk ik een best wel cool designtje gaan maken. Al doen we dit daar, dan kan je dit hoger zetten, lager, hoger. Op die manier zo meteen een beetje. Echt, je krijgt daar wel stroom van inderdaad. Wow, dat is heel erg vet. Er kan niemand binnenkomen als je dan over dat hek stapt. Als je dat überhaupt durft, want stroom geeft. En dan moet je nog in de lava. En ja, door deze ramen kom je helemaal niet. Want deze zijn kogelwerend. Dus dat betekent dat je dat niet kan breken gewoon. Ik denk dat de villagers zo blij gaan zijn met ons. Weet je wat ik ga doen, Alex? Ik denk dat ik alvast een paar villagers binnenin ga plaatsen. Dat ze een beetje kunnen kijken hier hoe het is om hier te wonen. Dus daar komt de villager. En laat ik even het lava uit mijn inventory doen. Hier een villager. Daar een villager. Eens even kijken. Ik denk dat er 3 per huisje mogen. Dus in totaal 6 villagers kunnen hier wonen. Kijk dan. Dit is jullie beveiligde huis gewoon. En dit is ook meteen het veiligste huis in Minecraft. De villagers kunnen volgens mij ook niet het huis uit. Omdat hun natuurlijk niet de beveiligingscode weten. Dus ze zitten hier voor altijd veilig. En niks kan ze overkomen. En wow, Alex. Dit is echt heel erg gaaf.